wat gemeente betreft vind ik gemeente Slochteren een van de mooiste gemeenten die historie heeft. Je bent nou 5 burgemeesters nodig in de provincie Groningen en vrouwen wel 20, denk ik. Ik vind het wel mooi dat we die slachten en overzand staat mee zijn. Dat trekt me. Midden-Groningen is van oudsher een veengebied, met hier en daar wat hogere klei- en zandgronden. Eerst was er veen en was alles onbegaanbaar. Dan komt de tijd van het afgraven en ontginnen. Het gedroogde veen wordt turf dat als brandstof gebruikt wordt. Via diepe, monden en wijken wordt de turf het gebied uitvervoerd, met langs de kanalen de typische lindorpen. Er ontstaan vruchtbare bouwgronden waar hardwerkende boeren en arbeiders zorgen voor een periode van groei en bloei. Stro, graan, aardappels en bieten worden vervoerd naar de fabrieken langs de kanalen. Dorpen en industrieën Midden-Groningen floreren, net als de scheepsbouw langs het Winschoterdiep. De gebouwde coasters gaan de hele wereld over. En de vondst van gas in de jaren 50 zet ook de gemeente Slochteren in één klap op de kaart. Klasse. In 2018 gaan de drie gemeenten, Slochteren, Menterwolde en Hoge Zandsappermeer, samen verder als Midden-Groningen. Inwoners van deze drie gemeenten blikken terug op hun Midden-Groningen. Het is een linde gemeente, hè? Het zijn lindorpen. Dus het is, ja, wat moet ik zeggen, Scharmer was Scharmer en Harkstede was Harkstede. En ja, vroeger kwamen we niet verder natuurlijk. He? Daar is niks. Alles was een dorp. Gymnastiek en ja, noem maar op. Ja, de speeltuin. Ja, uitspanning Stalstra, dat was natuurlijk in het weekend voor ons, hè? Dat was het adres in Harkstede die dus overal bekend was. Er kwamen de bussen dus voor bejoorden met schoolreisjes en dergelijke. Die stonden dus richting Groningen en op de Timmermanslontjes heen, maar dat is nou Pikkerstraat, stonden ze dus geparkeerd. Zoveel deelname en belangstelling was door. Er was een kekenwals en er was een waggelkommer en er was een bruggetje over het water. En nou ja, daar trof je natuurlijk vriendjes. Dan ging je, toen wij 14, 15 waren, gingen we er dansen. Het was heel groot. En er zat een klein dierenparkje naast. En dat dierenparkje zit nou hier. Dat was vroeger. Dat was voor ons eigenlijk het enigste uitje. Nou, nog of het landgoed bent, hoor. Ja. Dat is het leed dat ik in het goed zei. Ja, en dat hoort. Ik ben hier op een plek waar de familie van der Hoop een geweldig aandeel aan heeft dat dit allemaal ontstaan is. Die hebben daar allemaal les bezit. En ben een keer of twee keer per jaar, die moest naar die huurders, die ging dan naar de burgtouw. En die moest door in de schatting betoog, ik heb het wel zeggen. De pacht betoog, ja. Rechtsoog? Ja, ja, ja. Ja, ja, is zo. We zijn in meneer Vrijlenborg en hier wonen meneer en mevrouw van der Hoop met, in het verleden met twee dochters, Louise en Sjaan. Ik ben geboren hier tegenover in 1934. Ik was nog maar 3 jaar. En dan ging ik hier naar de Burgt en dan kreeg ik de van mijn moeder, die zette mij er over de weg en dan kreeg ik de stoof onder de arm. Of een voetenbankje, want ik kon anders niet bij de bel.
En dan ging ik hier de deur in. Ja, en dan met Louise, tot vermaak van Louise. Want zij vond het geweldig, zo'n klein meisje. Dus ja, zij speelde veel met mij, want zij had een mooie speelkamer en ze had mooie poppen en zoiets. Dus dat vond ik geweldig. Ze hadden best wel heel veel personeel. Dat was hij bezig om de boel op te ruimen. En ook in de keuken waren heel veel kamermeisjes en er was iemand die kookte. En ja, heel veel personeel was er. Dat maakte natuurlijk heel veel indruk op mij. Ja, je moest je verkleden s'avonds als je ging dineren. En dan stonden van die kommetjes, van die vingerkommetjes. En het was helemaal heel deftig. Vooral mevrouw, die was echt op traditie, mevrouw. Ja, nee, dat was een mevrouw. Dan knikte iedereen eventjes, hè. Ik kan me niet herinneren dat zij veel door het dorp liep. Als ze ergens naartoe ging, dan ging ze met de koets. Wij gingen naar de kerk en dan vond ze me niks. Zo'n meisje naar de kerk. Toen moest ik naar de zondagsschool. Hier de hervormde zondagsschool. En mijn vader en moeder waren heel makkelijk. Dus daar ging ik naartoe. En dan moest ze een versje leren. Dus iedere avond kwam ze bij me. En dan moest ze het versje met haar leren. En dan las ze maar voor. En dan bracht ze me naar bed. Dus ze was echt haast een tweede moeder. Ik heb er zelf hele goede herinneringen. Toen wist dat gas van. Door zo'n 3000 meter duikt is dat van. En ja, door was zoveel bedrijvigheid. Want er was geen mens eigenlijk die. Ja, ik was misschien ook nog bezig. Die in de gehoord naar wat er gewonnen was. En dat begon door een gasflam te branden. Nou, dat was een stuk lawaai soms. En een stuk licht. Ik dacht wel dat een boerderij in de brand stond. Zoveel licht. En dat was in het begin was het alleen een enkel lamp. Maar later waren er wel op 7, 8 lozen. Brand die gasflam. Dat was een grote gebied soms. Wat helder verlicht was. Dus toen is die gasleiding die is aangelegd. En toen kreeg die allemaal gas. Nou, die wordt net wel ons overkwam. Ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En die vlam brandde door 's nachts. En ja, wie woonde toen in Schade, maar Bino de Boomop. Dat Colam is vonden, dus toen woonden we Bino de Boomop. En ik wou dat we toen thuis een gaskachel kregen. En dat we ook een douche kregen. Met warmbos. Ja. En zo is die Halles ook, die is in die 50e jaren, in 60e jaren, is dat geweldig ontwikkeld. Dat was een opgewonden titel. Wat gemeente betreft vind ik gemeente Slochter een van de mooiste gemeenten die historie heeft. Als ik hier door de deur mee rie, zoals Slochter, Schewal, Helm, Sibboen. Dat vinden mensen die in Uitvoer West zijn en voor het eerst komen. Die vinden dat prachtig om hier met al die bebossingen en al die mooie boerderijen die hier allemaal aan de weg staan. Dat is eigenlijk wel een zeer groot verdorp, zoals wie hier met me kon wonen. Ik denk dat wie dorps blijven. Wie ben wel heel erg gericht op Hoogezaals. Ja, boodschappen en winkels. Maar ik denk nee, dat is vergelijking is. Wie ben nog echt dorps mensen? Zoetbrouw, nou ja, dat is nog redelijk dicht in de buurt. Maar, nee, geen idee of er dus enig raakvlak zit. Dat is even voor. Maar ik denk toch wel dat we met enige weemoed door de route kijken dat het gebeurt. Maar het gebeurt. Ja. Ja. Dat is vier. Nou, die heg, die sloot daar op die heg aan. Zo. En dan had je hier deze heg, dat is nog bestaand. En die ging zo naar voren toe dan. Een brede laan lag zo van de schuur hier zo naar voren. En je had een hek voor aan de weg. Nou, en dan die vijver was groter. En dan waren er perken bloemen in. Thank you.
kan die nog maar brengen. In die trouwen ben ik nog met naam gewoon. Het vind ik joh was dat ik trouwd ben en toen ben ik hier in Muttendam van. Mijn man was een echte Muttendammer, dus die wil allemaal, maar ik noem geen dame nooit. Nee, dus ja. Nou, alle vrouwen stonden ze bekend om de handel, hè? Dat ze bij de weg ging met de handel. Hè? Ja. De kooplui, hè? Door is met begonnen. Vrouwen, ze kwam alles bij deuren. De groenteboer, de melkboer, de visboer. Die ging met koorden en met fietsen bij de weer. De domers ging met fietsen bij de weer, met appelsien en citroen. Overal hingen ze mee bij de weer, hè? Ja, dat waren allemaal met dames. Ja. En vooral zoals in Truskopie, Bukkum, door hij allemaal geen winkel meer. Dus toen kwamen ze bij de deuren langs en dat verkochte de AVO. Er ging nooit winkel. Dat was de vrouw van haar. Hier heb ik gewoond en hier ben ik geboren. Nou, tot ik getrouwd ben, was ik 23 jaar. Het was een boerderij, gemengd. We hadden koeien en koren, aardappelen, bieten. Daarom zijn die schuren zo groot, want dat koren moest er allemaal in. Daar zandgrond, veengrond meer en die kant hadden we dan nog klei. Ongeveer 40 hectare in een strook, hier bij Twinschoten Diep langs. Maar daar staan in de veenkolonie ook heel veel voor bekend eigenlijk. Hè? Dat de boerderijen aan de weg staan. Ieder dan zo'n streep naar voren en naar achteren. Ja, vroeger was er niet anders zoveel werk. Er kwamen mensen uit Muntendam voor, een groep. Dat waren losse arbeiders, zei je dan. En die rooiden dan op het land. Toen werd met de hand gedaan. Toen was het allemaal handwerk eigenlijk. En dan had je wat vaste arbeiders. Nou, die waren er de winter ook. En dan had je wat koeien op stal staan. En die moesten dan gevoerd en gemolken en zo wat. Met boerengezinnen, zeg maar, die bemoeiden zich nooit met de arbeider. Nee, dat kwam niet overeens. Een boer was veel meer als een arbeider. Een arbeider was alleen maar voor het werk. De boeren die vallen zich gewoon boven de arbeiders weer verreven. Dat is ook mooi bekijken, ja. Ja. Mijn moeder die had altijd wie de boer was. En die moest altijd het minste werk doen. Ja, dat was voor de arbeiders. Die moest smeren zo'n vaar uur, moest ze al van Bero. En dan moest ze de koeien melken. Om vaar uur smeren. Dus ja, dat moest ze dan. En dat was een wichtje van vat en joh. Dat was ook moeilijk, vrouwen. Hè? Ja, later is dat beter geworden. Maar in het begin hadden ze nabouwd en niks in de rij. Die hadden ze lang maar voor het vaak. Gelukkig is het allemaal veranderd. Ja, ik kon nooit groef weer terug naar vroeger. Hè? Nou, 100, 102, 104, 106. Zo. Nou, dat weet ik al. De wolk kwam, hè? Ja, ze gebruikt de wolk al. Dat is ook al van vrouwen gereden, hè? Hier in Muttendam had ook heel bij nu. Simon Slootje heb je kijk. Ja, ja. Een keekje en al dit, zo wat waren ze allemaal, ja. Subrouw was eigenlijk meer op zichzelf. Subrouw en Noordbrouw trokken bij elkaar en wie met dame en meiden. Hè? Dat was ook een gehaal. Als we zo'n nog wichtertje van geen we allemaal met nauw kappen, met wichten, gaan we naar Vindam. Naar het film, naar bioscoop. Maar ik kom niet meer heen, naar Subrouw of naar meiden. Er was ook geen bioscoop in meiden. Maar zeg maar, dat, die contact met meiden wel, maar nooit met Noordbrouw en Subrouw. Nou wel, maar het vrouwen nooit hoor. Was elk op zichzelf. Ja, wonden we niks met Subrouw nodig hebben. Ik vind het wel mooi dat we bij slachten en Hogezand zaten meezien. Maar ik ging ook wel oude volk en ook in Truskenij wonen, naar de Kapper, naar het Sappemeer. Dus ik heb er wel wat met Hogezand Sappemeer wel. Daar kom ik wel eens. We zijn eerst waren we alleen Zuidbroek. Toen is Noordbroek erbij gekomen, toen waren we Oosterbroek.
En toen is er weer een samenvoeging geweest met Muntendam en Meeden. En toen waren we gemeente Menterwolde. Dus, en nu worden we dan Midden-Groningen. Het zal me goed gaan. Ja, toen lag knol ertussen en toen was hij wel gezelliger. Dat wel. Omdat er meer winkels en alles waren. Nou ja, ze lagen diep door en hoge haltjes en zo. Dus, ja, dat kan je nou helemaal niet meer voorstellen. Het kanaal hier door, kleine huisjes hier aan de... Hele kleine huisjes. Er stond hier heel veel rentenierswoning aan weerskanten. En met name aan de Noordkade. Waar we hier nu stonden, door lagen schepen. En door de dekade op hier achter die blauwe kroon, door was een grote scheepswaaf. Waar dan benzinepomp is. Er was hier heel veel bedrijvigheid. En ja, heel veel mensen zeggen, het was toch wel wat gezelliger dan tegenwoordig. Nou ja, nostalgie hè. Kniepertjes van Vechter, van Maarten Zoek. Ja, en de stroken toen. De scheefbouw. We stonden hier in Zatmeer bij Burgemnij, dus bij de Olle Werf van Woldhuis. Dus op het ogenblik is dat een historische werf, zoals ze dat noemen. En daar ben we vrijwilligers nog bezig, dus om allerlei werkzaamheden uit te voeren. De scheepswerven die hun echt bij Hogezand Sappermeer. Dus in het verleden waren hier heel veel kleinere scheepswerven langs Winschoterdorp. Nou, in mijn tijd waren dat morgens dus de eerappelschepen en de teurschepen. Dus. En de Twentschoterdijbel ging onder andere ook vol strooschepen deur. Door de beide strookartonfabrieken hier in W.S. Scholten en Saarmeer. En door de beukenmestfabrieken in Hogezand dus. Het waren allemaal kanonnen dus. Hè? Nou, we stonden nu boven met Burgemeesterdijp. Maar het Winschoterdijp blijft dus de hele gemeente. Hè? Van Saint-Meer-Oost tot Maartenzouken of tot Foxhol, zeg maar. Dat waren allemaal kanonnen. En nou, ja, de Ziekenholm, Burgemeester, Kaakwijk, Winkelauken, Jogerswijk. Naar Noorderstroor, Noorderstroor gemeente is in Zatmeer, dus door Remy Pijn en Snoepwinkel. Als kwoe jongens zwemmen we overal rond, dus hier ook wel in Burkamnij, vol langs Winschoterdijp. En we zijn heel veel in de toen, de achtertalige gemeente, en er waren nog meer van die villa's met hele duipen toen. En daar zijn we altijd te spelen, dus. Zatmeer, dus ja, verhaal van hooggoltjes, dus hoge zanden, duidelijk minder. Maar Zatmeer, er waren heel veel hooggoltjes. En in begin waren die ook de omwonenden bij de onderhouden, dus die waren er verantwoordelijk voor. Dat wordt er, dat was vooral ook de Appelmeel en Strookartonfabriek, die leuzen. Hier afval wordt er dus op de kanolen. En dan lag er dus een halve vlies of een halve brei van schoen lag op het kanol. Dus. En ja, het begon ook te stinken, die eiwit van de Appelmeelfabriek begon te ruimen. Dus dat was een stinkerij van hier tot Gunder. Kijk, als je erin woont, dan verneem je dat nooit. Maar als je met vakantie terugkwam, dan kon ik altijd zeggen, oh, we zijn ook weer dicht bij u, zullen te stinken. Dit vind ik mooier als dat we in het water stonden. En dan samen de
de ratten over de weg liepen. Ja, die liepen samen en dan kwamen ze het water en dan gingen ze een voedsel behalen. Ja, de tijden zijn veranderd. Die de Bonnestebrug hier en daar om de hoek, dat was Sappemeer. Dat was echt Sappemeer en dit was Hogeshand. Mijn man die voetbalde in HSC en dat was een heel groot verschil met Hogeshand. Sappemeer, ja, dat was zo ver weg van Hogeshand. Daar kwam je nooit, hè? Dat was zo ver uit de buurt. Dat was gescheiden en later kwam dat bij elkaar. Maar ik ben wel altijd een echte Hogeshandster geweest. Struvé, ja, dat was op Zaatmeer. Je had natuurlijk Struvé op Zaatmeer en Faber hier in Hogeshand. Die ben natuurlijk van oudsher zeer bekend. En door weer dansen en door weer toneel speelt en muziek maakt en dat soort van dingen. En al veel Hogeshand Zaatmeesters die hebben mekaar door kenleerd, denk ik. Of ik weet wel zeker. Struvé, daar was van alles te doen. Dus feesten en partijen en dansen van politissen en zo. Dat was allemaal bij Struvé. Maar een Hogeshand had bij Faber. Ik toen ik vroeger aan het dansen ging, was bij Faber. Mijn man die danste vroeger bij Struvé. Ja, hoe je elkaar leert kennen, dat is op toneel dat hij muziek maakt en zo hebben we elkaar leert kennen. We zijn nu net aan de andere kant van de gemeente Hogeshand-Sappemeer en ook nog een stukje Oldewinschoterdijk voor vroeger gehaald van scheepswaarmaanleiding. Het laatste stukje Oldewinschoterdijk nog waar die binnen de gemeente is. En van oorsprong luibert Winschoterdijk vanaf de stad via Hogeshand-Sappemeer in Superauk richting Winschoten. In de jaren 50, 60, dat heb ik dus veel met me. Die ging je door de fietsen langs, noem je waar, noem je school, een chemische fabriek dus. Maar toen was het een hels lawaai hier. En van het klinken dus van de scheep nog lood, dat ben ze gewoon lassen. Maar dat was een bedrijvigheid hier, van hier tot Gunder. Het waren allemaal van die kleine scheepswerven met volle holten schuren nog. En er stonden verschillende woningen tussen, soms alle rijtjeswoningen nog. Dus het waren allemaal vrij kleine scheepswerven die zo geleidelijk aan de grote bedrijven, zoals ze naam werden, overnomen werden. Hogeshand-Sappemeer, dat is echt een veenkoloniaal dorp. En dat is eigenlijk dus Muntendam, Superauk, dat ben ook veenkoloniaal dorp. Het systeem, dat zou je niet zoveel meer, want er is wel veel dempting worden. Dat is het probleem. Hè? Zoals dit duimpje is hier nou nog open, Linkdam. Maar tot de grens van Mentewolde is open, maar door Noor is er al ook gedempt. Maar Slochteren, dat is een heel ander dorp. Dat is meer de Udewolstreek, dus dat is een heel ander gebied hier. Vrouwen, toen ik klein was, er was nog en Hogeshand en Sappemeer. Dat is in 8 of 49 is dat zomervoegd. Of jullie weten, die waren 2 gemeentes. Daar ben ze zomer gewoon, maar dat was een grote strijd, heb ik wel gehoord. Want Sappemeer is aans. Daar zingt Johan Resp ook over, maar dat schijnt ook zo te wezen. Ja, Hogeshandsters die velden dus ook wat meer, denk ik, daar in dit ziet. En of dat nog zo is, daar weet ik niet. Ik ben al bij me gekomen natuurlijk, maar zo was het wel, ja. Ja, er komt nou dus een veel grotere gemeente, Slochter komt erbij. Daar heb ik ook al woond, dat is ook een heel andere gemeente. En Mentewolde komt erbij, dat is ook een andere gemeente. Daar heb ik 15 jaar gewerkt. En ik weet nog wel dat het eerst Oosterbrouck was. Maar of er wat verandert, ik word het nooit. Je bent nu 5 burgemeesters nodig in de provincie Groningen en vrouwen waren wel 20, denk ik. Ja. Dat is het verschil. Ja, dan moet ik maar weer overwachten. Ik kan niks, nog niets van zeggen. Ik kan nooit een veugdpro. Zal mijn tijd wel uitzitten, zeg ik dan. Ik vind het best hoor, als dat voordeliger is, dan moeten ze dat gewoon doen.